Voetbalvereniging Bladella viert dit jaar haar 100-jarig jubileum met diverse festiviteiten. Op dit moment is het echter winterstop. Er wordt niet gevoetbald en ook niet getraind. De velden zijn bedekt onder een dikke laag sneeuw en het vriest. Toch brandt er zo net na nieuwjaar op zondagavond volop licht op het trainingsveld. Dat kan maar één ding betekenen. De ijsmeesters van Bladella zijn weer in actie. De mannen hebben inmiddels veel ervaring opgedaan. Vooral de eerste 3 jaren was het volop pionieren. Er waren vele handen nodig om het water vanuit het zwembad zo'n 500 meter verderop op het voetbalveld te krijgen. De laatste jaren hebben ze de beschikking over meer moderne apparatuur die door de vrijwilligers zelf ontwikkeld is. De vrijwilligers van Bladella, want als het gaat vriezen, dan beginnen bij jullie een beetje te kriebelen, of niet Jan? Denk het wel. Gewoon te vroeg dat we beginnen, omdat we te vlug ijs willen hebben. We toch weer tijd hebben. Ja, oké. Okay. Nou, hier staan in ieder geval enkele mensen van het eerste uur. Jullie zijn begonnen in het seizoen 85-86, heb ik begrepen. We hebben net die foto nog gezien in de kantine. Nou ja, bij Bladella hebben ze een mooi veld. Het vriest, gooit er die slang overheen en we kunnen morgen maar schaatsen. Of werkt het zo niet? Zo werkt het niet. Mensen denken wel op een gegeven moment, als het gaat vriezen, dan vragen ze op een gegeven moment, wanneer kunnen wij aan het schaatsen? Nou ja, dan moet het ten eerste al een graad of 7-8 gaan vriezen, want anders kunnen wij geen ijs maken. Dan moeten wij op een gegeven moment minimaal 3 nachten hebben voor de zaak een beetje op orde te krijgen. En dan moeten we nog maar afwachten, wat doet hij overdag? Gaat hij overdag de zon te hard schijnen, dan trek je te veel weg en dan hebben we s'avonds nog niks. Dus we moeten eigenlijk het weer mee hebben en dan kunnen we in 3 dagen het voor elkaar krijgen. Hoe laat zijn jullie gisteravond begonnen? Om 8 uur. 8 uur zijn we begonnen. Dus we zijn de tweede keer om 12 uur overgegaan en vanmorgen om 7:30. Oké, okay, maar ik heb begrepen dat jullie vanmorgen om 7:30 eigenlijk een verrassing te wachten stond. Een verrassing, omdat we al veel sneeuw hadden. We hadden de ene keer de slangen uitgegooid, 7 slangen. 1 keer rond geweest, opgehouden. De loder laten komen, de zaak zuiver geschuift en toen water erop. Oké, okay, dus feitelijk moesten jullie afbreken wat jullie gisteren opgebouwd hadden? Juist. Alles was weg toen wij vanmorgen weer begonnen. Ja, en dan vertel je zo van, oké, de loder is gekomen. Maar is dat zo vanzelfsprekend op zondag? Op zondagmorgen kunnen we altijd terecht. Of wat we ook hier op de ijsbaan hebben, want die lukt, kunnen wij bij Pieter Beijer terecht. Als wij daar een schaaf moeten hebben of iets, dan is de Piet altijd voor ons klaar. Elke ronde is men afhankelijk van de weergoden en is het wachten geblazen in de kantine. De temperatuur en de wind bepalen de tijd die nodig is om weer een volgende laag op de ijsbaan te kunnen spuiten. Dit kan soms uren duren en zo kan het gebeuren dat de vrijwilligers tot midden in de nacht actief zijn. Wilt u ook gaan schaatsen bij Bladella? Kijk dan voor meer informatie op www.bladella.nl of luister naar Kempen.fm. Doen ze dit bij Reuzelsport eigenlijk ook? Dat kunnen ze.